Welkom bij de jaarlijkse Lord of the Frog. Dat is een kleinschalig viswedstrijd. We vissen uitsluitend met de kikkers. Het is een kikkerwedstrijd, vandaar ook de naam Lord of the Frog. Nou, we hebben al een paar edities gevist. Het was voornamelijk in de regio Den Haag. Nu hebben we voor een andere locatie gekozen. Nu in de polders rond Annapolona. Ja, we gaan vissen voor eeuwige roem, dat is de hoofdprijs. Het is laagdrempelig. De doelstelling van deze wedstrijd is eigenlijk gewoon gezellig vissen met wat vrienden. De opdracht is eigenlijk heel simpel. Vang een vis, een maatse vis uiteraard, op een kikker. En dan op het einde van de dag dan wordt er een winnaar bepaald. En die wordt dan 1 jaar lang Lord of the Frogs. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you, come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California. Trying to make it in life, in school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like... We zijn op uitnodiging van Evert Oosdam van PMO uitgenodigd om te komen vissen hier, polder snoek te vangen. Uiteraard met de kikkers. Dat is een dag georganiseerd waarmee wij allemaal met hetzelfde aasje moeten vissen. En het is natuurlijk leuk om dat met een grote groep te doen. En je ziet, het weer zit mee, alles zit mee. Dus dat is een beetje onze doelstelling voor vandaag. Om een beetje leuk te vangen en een beetje leuk te hebben. Every day is like December, so bring out your coats, bring out your sweaters. There's no telling when this weather is gonna get better. Cause I remember the moments when I was taught as a joke. Now they're giving me handshakes saying it was a joke. But I ain't joking around, I'm trying to give you all hope. You can do it if you want. Oprotten. Daar vond ik nou helemaal niks meer langer. Jij zegt dat je nooit blinkt, maar je gaat gewoon blinken. Die bonen, man. Nou, er al 6. Ja, dat ben ik al voor je ogen. Nee. 6. Ja, 6 peukjes gerookt net zeker. Ook dat. 6. Heb je al 6? Ja. Nou, ik hou je hengel wel vast, kan jij even het kanaal in om hem te landen. Dag op snoek begonnen, dat ging niet zo heel erg goed. Daarna kwam ik bij een sleus aan en daar heb ik nog even met de spinhengel op baars geprobeerd met een klein kikkertje op loodkopje. Nou, toen heel wat baars gevangen, maar ja, toen kwamen we erachter dat ik maar 1 baars mocht hebben. Maar toch eentje van 32 en daarna nog opnieuw op snoek gegaan. 2 snoeken gevangen, eentje van 56 en eentje van 62. Dus uiteindelijk toch nog wel wat puntjes bij elkaar kunnen rapen. 150! Taai! 1 vis! En Arno 2 vissen, Gea vis gelost, ik nog een vis gelost. Maar heel veel plekjes waar we wouden vissen was gewoon taai. En vol met ijs, dus ja,
It's all in the game, we gaan het zien. Een taaie dag, ik kende het gebied niet, maar ja, toch veel stek afgeprobeerd. Weinig vis gezien, maar toch 2 visjes gevangen. Gevist met de kikkers, zowel met chatterbaits ervoor, spinnerbaits. En toch de vis dan gevangen gewoon op een normaal geviste kikker. En, 2 kleintjes, maar geen blank. We zijn hier vandaag in het zwembad van Breesand, de Kriek. Andere keren moesten we altijd naar Den Haag of Rotterdam, maar we hebben gezegd van dan willen we wel eens een keertje dichter bij huis vissen. Dus toen hebben we het hier over georganiseerd. En mooi water, alleen het water was een beetje hard hier en daar, dus dat werd een beetje een probleem. Verder was het wel een leuke, een mooi weer. En iedereen heeft wel genoten. Ze krijgen allemaal een tacklebox van sponsor Flambeau. En uiteraard, en hier is het eigenlijk allemaal om te doen. Een blik met kikkererwten. Goed zo. Een pak opkikker. En een zakje kikkersnoepjes. Ze krijgen allemaal een beanie. En de Tournament Baits logo. De PML buff. Een jaarabonnement op de roofvis. En van onze sponsor hier aanwezig, van Avionix. De webapp voor op de telefoon. Ondanks dat het om eeuwige roem hier draait, is er natuurlijk wel een hele mooie prijs om te winnen. En uiteindelijk zal de winnaar natuurlijk met de felbegeerde trofee weggaan. Nummer 3 is geworden met wel 133 hele centimeters. Die zit in een geweldig visteam. Barry Turk! Doorgestoken baas. Tweede is geworden met 150 centimeter. Nick Wenting. Gefeliciteerd. Dankjewel. En dan hebben we uiteraard onze nummer 1. Met 187 hele centimeters. Joost Hoijmaier. Gefeliciteerd. Je bent de kikkerkoning voor een heel jaar.